Dag, beste Lucasleden. Deel 2 van de opdracht en de kunstenaar die wij hierin belichten is Sam Drucker. Ik zal nog even duidelijk Sam zeggen, want ik zei in mijn vorige YouTube-filmpje Sam en dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus Sam Drucker. Nou, in ieder geval gaan we bezig zijn nu om de opdracht van een toelichting te voorzien. En de vorige opdracht was echt een hele leuke. Daar konden we dus Sam Drucker eventueel verbeelden met een hoedje op. Nou, en dat is door een aantal leden is dat best wel heel erg leuk in beeld gebracht. Ik kan er een paar van laten zien. In dit geval eentje van Margriet, deze hier, die Sam Drucker bestudeerde. En een mooie studie van maken. En dan heb ik hier een mooie tekening, een inktekening van Ine Hart. Lida maakte een prachtige 1, 2, 3, 4 hoedje van. Papier en ook Ina Hart maakte een hele mooie op een schilderstas. Dus de drager, dat was best wel een aparte. En zoals ook Sam Drucker nogal veel verschillende materialen gebruikt om op te schilderen. Dat hebben we in ons vorige filmpje al belicht. Zo heeft Ina dan ook haar eigen schilderstas gebruikt om daar een afbeelding van haar zoon op te schilderen die aan het skaten is. Hartstikke leuk. Eventjes ben ik even aan de gang gegaan en heb een schetsje gemaakt in inkt. En ook met een hoedje op, zoals jullie zien. En deze keer is niet lachend. Ja, en als we het dan hebben over de opdracht van nu, opdracht 2 dus, ja, dan gaan we het echt hebben over Sam Drucker die bezig is geweest in 2020. Op pad ging om heel veel bekende en mooie plekjes te portretteren in inkt. En dat deed hij dan met een tandenstoker om het zichzelf niet makkelijk te maken. Hier zie je daar zo'n plaatje van. Heel erg leuk hoe hij dat in de tijd opgepakt heeft. En daar willen we dus ook een tekeningetje kunnen jullie daarna maken. En het linkt eigenlijk wel een beetje aan de opdracht zoals die ook al geweest is. En waar ik ook een filmpje van gemaakt heb. Lucas leeft, uurtje in eigen buurtje. Ja, ik zou zeggen, ga ook eens op zoek naar bijzondere plekken in je eigen woonplaats. En kijk of je misschien geïnspireerd kan raken, net zoals Sam dit deed in Assen. En dat was echt een bijzonder kunstproject. Nou, hij als bekend kunstenaar ging dus in zijn vroegere woonplaats een week lang op allerlei plekken ging die tekeningen in inkt maken. Ja, dit is iets wat jullie dus ook kunnen doen en dan gaat het voornamelijk over het materiaal. In dit geval tekenen met een tandenstoker, maar dat hoeft niet per se natuurlijk. Je kunt er ook een satéprikker voor gebruiken of een gewone pen. Of je gebruikt bijvoorbeeld een rietpen die je kunt gebruiken. Nou, hier heb ik dan zeg maar dat tandenstokertje. Je kunt er natuurlijk ook allerlei fijnlijners in gebruiken van inkt waar je mee gaat tekenen. Ik zou zeggen, probeer het gewoon allemaal eens uit, want dat is eigenlijk het spannendste. Dat heb ik in deze tekening van mezelf heb ik dat ook gedaan. Allerlei verschillende materialen uitgeprobeerd. Een documentje waarin eigenlijk alles benoemd wordt. Dit krijgen jullie allemaal nog thuis gestuurd. De materialen, de informatie daarover. Ook nog een leuk document ontstaan waarbij ik dus zelf ook allerlei
verschillende arseringen laat zien zoals je dus die toe kunt passen. En zo kun je ook wat voorbeelden zien van leuke plekjes die jij misschien eventueel als je buiten gaat tekenen. Of dat je misschien met je camera een opname gaat maken ergens. En dat je die gebruikt als studiefoto. Ik heb ook nog wat materialen voor jullie en dan inderdaad wat... informatie over de geschiedenis van pentekenen. Het materiaal, de techniek van 5 verschillende manieren van pentekenen. Die moet je allemaal maar eens goed doorlezen. Wat ook nog leuk is om even te vertellen is dat als je bezig gaat zijn met tekenen in inkt, dat je eigenlijk misschien toch ook iets gaat verdiepen in misschien kunstenaars op gaat zoeken die dat ook ontzettend mooi deden. En in dit geval heb ik een boek zelf van Drago Petsenica en dat is een boek dat heet Tekenen in de tekenen van de natuur en dat gaat over de scrapenbordtechniek, ook heel apart, daar kunnen we het ook in het atelier als we daar weer in terug zijn kunnen we het eens een keer over hebben. Ja, en hij tekent dus fantastisch mooi, bomen zoals jullie kunnen zien, heel erg interessant. Gewoon eens leuk bezig gaat zijn met inkt en het gewoon eens kijken van oké, wat kan ik daar zelf mee. Probeer die tandenstoker toch eens, hè, dat is niet makkelijk hoor, want ja, inkt is natuurlijk wel een medium wat heel erg, het is iets wat je neerzet. Je hebt geen gummetje om iets weg te poetsen, dus het is heel direct. Maar het is best wel heel erg leuk om daar wat mee te experimenteren. Voor nu wens ik jullie heel veel succes en plezier. En dan zie ik jullie graag weer bij een volgende Henk Online. En die dan weer over totaal iets anders zal gaan. Dan heb ik weer een heel ander onderwerp. Daar ben ik nu wel mee bezig. Maar goed, dat zien we dan de volgende keer. Heel veel plezier en nogmaals hartelijke groetjes. En tot kijk weer. Dag hè. Hoi, doeg.